De jeugdleden van het Rode Kruis Maasland doen zaterdag voor het eerst mee aan de jaarlijkse 3FM-actie Serious Request voor het goede doel. DJ's van het Nederlandstalige radiostation Delta houden zaterdag een 24-uur-durende marathon-uitzending. Niet vanuit een glazen huis, maar vanuit het Rode Kruispand aan de Kromstraat. Het doel is 5000 loten te verkopen in het Ossencentrum. Ik uh, ben van plan om vanuit deze dagen uitzendingen te gaan maken. Ik werk vanuit Radio Delta, ben, zit ik hier. Ik loop als reporter rond in de stad tussen negen en drie smiddags. Uh, ja, overdag dus. En vanaf negen uur is er ook uh, een live radio-uitzending. Daar zet ik me ook voor in. Ik heb uh, De dagen van tevoren hebben we hier alles opgebouwd, alles uh, gemaakt... en gezorgd dat het werkt. Dit jaar gaat het geld naar de strijd tegen kindersterfte door diarree... Het Jeugd Rode Kruis hoopt dat door haar actie ergens een toiletgebouw kan worden neergezet. En daarvoor is 5000 euro nodig. En die willen we krijgen door, middel, ja, door 5000 loten aan 1 euro te verkopen. Alle leden hebben loten meegekregen. Die kunnen ze aan familie verkopen, aan vrienden, aan bekenden, aan iedereen. En alle loten die over zijn, gaan wij morgen in het centrum verkopen. De dj's moeten zich zaterdag dus 24 uur lang op de been houden. Maar hoe houden ze dat vol? Uh, nou waarschijnlijk door heel veel cola te drinken en uh, verder leuke acties verzinnen. En eventueel omdat we ons om de beurt te draaien kunnen mensen hier ook slapen. Er is een uh, plaats voor gemaakt dat mensen kunnen slapen tussendoor. Dus zo houden wij dat vol. Op 22 december gaan de dj's samen met een grote groep jeugdleden van het Rode Kruis... zelf de check met de opbrengst afleveren bij het Glazen Huis in Leeuwarden.